Winkeldieven zijn brutaal. Let maar eens op de man met de bodywarmer en de gezette vrouw met de hoofddoek. Ze lijken gewoon wat rond te neuzen, maar als je goed oplet, zie je dat ze het juiste moment afwachten. De man houdt het personeel voor in de winkel in de gaten, de vrouw het personeel aan de andere kant. Dan gaat ze precies zo staan dat de medewerkers voor in de winkel niet kunnen zien wat er gebeurt. En dat is dit. Daar glijdt een dure koptelefoon zo een tas in. Niemand die het in de gaten heeft. De tas is waarschijnlijk zo geprepareerd dat het diefstalalarm niet afgaat. Wie zijn deze man en vrouw? Laat het ons weten.